De politie zal strenger controleren op snelheid en het aantal snelheidsmetingen op de Rijksstraatweg bij Schipluiden wordt opgevoerd. Dat zegt burgemeester Rodenburg. De VVD in Midden-Delfland trok een maand geleden aan de bel omdat omwonenden in hun achtertuin gek werden van voorbijscheurende motoren. De Rijksstraatweg werd omschreven als racebaan. De landbouwtrekkers die zijn we ook gewend, want dat hoort bij het gebied. Maar als de motorfietsen voorbij komen is het toch wel een heel ander verhaal. Dan moet je je onderling overleg wel even staken. Dan kan je elkaar niet meer verstaan. Het gaat om een provinciale N-weg, maar toch werd het gemeentebestuur om ingrijpen gevraagd. Nee, dat is een beetje een dilemma. Die weg is niet van de gemeente, die weg is van de provincie. De N468 heet die ook. En wij hebben dus aan het college gevraagd van deze gemeente. Van kom voor de burgers op bij de provincie en vraag om maatregelen. Of handhaving of anderszins, maar in ieder geval maatregelen. Zodat onze eigen bewoners geen overlast meer ondervinden van deze weg. Burgemeester Rodenburg laat verder weten dat er gesprekken met de provincie lopen over een versmalling van de weg en het aanleggen van fietsstroken.